Finale, 100 meter rugslag bij de mannen. Final, mens, 100 meter backstroke. Met in baan 8 voor de dolfijn, Ruben Dekker. Op baan 1 voor ZPC Amersfoort, Arjan Hansen. 7 voor NEC Drachten en Trivia, Jari Groenhart. Op 2 voor NEC Drachten en de Houtrip, Martin Ruiter. Op 6 voor DWK Vandeveld, Luc Nederland. Op 3 voor de ZPC Amersfoort, Julian Wilmsen. Op baan 5 de kampioen van de 200 meter, NEC Drachten en DZNPC, Jelle Witten. Op baan 4 alleen voor Clark Wolfrin van Israël, Kai Barnea. Take your mark. Honderd meter rugslag hier bij deze heren. En dan meteen een verre voorsprong voor Kai Barnea van Club Wolverine. Uit Israël is hij. En hij staat hier ruim aan de leiding al. Vanmorgen Jelle Petten in baan nummer 5, 57, 78, een nieuw leeftijdsrecord, 16 jaar. We gaan kijken op de terugweg, het is heel duidelijk. Kai Barnea, hij dus ruim aan de leiding. In tweede positie is dat Julian Willemsen. En in derde positie was dat Luc de Nijland. Maar hier nu kijken en zien daar in baan 8 Ruben Dekker ook mooi opzwemmen. Het is tussen Dekker en Petten in baan nummer 5, Dekker. Dus die hier aan de leiding, maar Kai Barnea, hij zet 55-19. Tweede tijd is er voor Ruben Dekker 58-12. En de derde tijd voor Julian Willemsen 58-24. Dan ziet u de officiële uitslag. De winnaar van de Swim Cup 2016, de 100 meter rugslag, is Kai Barnea. We hadden het vanavond bij de huldiging van diverse deelnemers over de EOF. Daar begint voor veel mensen hun carrière. En in Nederland vaak ook een jaar dat er geen EOF is, bij een EOF vervangende wedstrijd. En Jelle Betten die zou daarvoor in aanmerking komen. Maar officieel is hij daar een jaar niet te oud voor. Maar ik heb hem ook laten vertellen dat hij daar wel naartoe mag. In ieder geval voor Jelle Betten, hele mooie prestatie en uw applaus waard. En daar is de winnaar Kai Barnea met Jan Crossen, de bloemen en de prijs en uw applaus.